De gekozen ABOP-DNA-kandidaat Edgard Sampi vindt dat de nieuwe coalitie bij het nemen van besluiten ook zal moeten luisteren naar de oppositie. Hij zegt dat de ABOP geen vijandig beleid zal voeren en de komende 5 jaren een voorbeeld zal zijn. Er zal geluisterd worden naar de mening van de oppositie omdat ze simpelweg ook deel uitmaken van de Nationale Assemblée. Dat we zeker bij het nemen van besluiten in DNA, dat we zeker ook luisteren naar wat de oppositie te zeggen heeft en zeker de mening van de oppositie meeneemt. Omdat zij ook deel uitmaken van DNA. En ze zitten nu in mandaat daar, anders zouden ze 16 zetels hebben gehaald. Het feit dat ze van 26 zetels gedropt zijn naar 16, is een grote signaal van de samenleving. Dat zij het select hebben gedaan, maar niet dat ze niet meegenomen moeten worden om besluit nemen. Dus zeker zal de ABOP de komende jaren zich zodanig opstellen dat we ook luisteren aan de oppositie bij het nemen van besluiten. Gerald Pawiro Ridjo van de NPS zegt dat er een brede basis gecreëerd moet worden voor het beleid. Maar hij is er geen voorstander van om de oppositie, in dit geval de NDP, te betrekken bij het meebesturen. Overigens, bij het maken van lange termijn plannen, en we kijken naar de komende 20, 25 jaar, moet je dat toch met een nationaal draagvlak doen, proberen te doen. Door niet alleen alle maatschappelijke groepen, maar ook de totale politiek erbij te betrekken. Want dat overstijgt partijpolitiek belang. Dus in dat opzicht moet je ook trachten de oppositie mee te krijgen. Want je regeert niet alleen maar voor 5 jaar. Je regeert met je blik op de toekomst gericht. En dat, je moet een lange termijn visie hebben waar je naartoe gaat. Wat je vooral niet wil, is dat één regering komt, beleid maakt voor 5 jaar en de volgende regering zegt van nee, we zien het anders. We beginnen gewoon weer helemaal opnieuw en we gaan in plaats van links naar rechts. Per saldo kom je als land niet vooruit. Maar als u bedoelt een breed draagvlak zoeken in het besturen van het land de komende 5 jaar, dan denk ik dat de uitspraak van het volk juist is van luister, de NDP heeft het slecht gedaan. We straffen ze af en we verwijzen ze naar de oppositie. En dat moet je ook zodanig inkaderen. Dus meebesturen in dat opzicht is er voor mij niet bij. En ze hebben het voor mij persoonlijk behoorlijk verknald in 10 jaar. Want je had zo'n goede uitgangspositie. En het is wel knap dat je het zo, je brok is dan niet zo ernstig in 10 jaar. Dus samenwerken in het bestuur de komende 5 jaar is er niet bij. Maar je moet ze wel betrekken in de plannen naar de toekomst. Dat was dus Gerald Pawiro Ridjo in gesprek met Harvey Panka. Hij is niet gekozen kandidaat van de NPS. Hij sprak in het programma ATV Verkiezingsupdate.